Live radio vanaf de Noordzee. Hallo, hier is mi amigo. Bonjour, ici mi amigo. Hello, this is mi amigo. Dit is mi amigo internationaal. Ik vond het altijd een beetje bizar dat Ronald Oranje zei van kijk, we gaan 's nachts onze programma's maken. Ja. En overdag, wat toch meer beluisterbaar wordt dan 's nachts. Dan die zendtijd verkopen aan Miamico, ja. Heb ik nooit begrepen. Nou, het was eieren voor je geld kiezen. Maar ja, is natuurlijk veel geld tegenover staat. Je kunt natuurlijk moeilijk de adverteerder in slag zetten wanneer er niemand luistert en iedereen slaapt. Dus, ja, ja, weet je, hun format met LP-muziek past ook eigenlijk uitstekend bij de avond. Er zijn ook trouwens tijden geweest dat we op de zender, op de MV Miamico, zo heette het zendschip de Theems Monding, een 24 uur service van Caroline hadden op de kleine 10 kilowatt zender, dat mi amigo overdag op de grote 50 kilowatt zender zat. Maar als je nou weet dat zo'n dag uitzenden 1000 liter dieselolie kost, en als je dan met twee zenders gaat zitten, dat je dan zo op de 1700 liter per dag zit. Ja joh, dat valt niet aan te voeren met bevoorrading. Ja, ik hoor hier nu al cijfers. Ik had later op mijn lijstje staan, wat is het lucratieve aan dat hele radio maken? Natuurlijk, het gaat een groot deel uit van mensen die enorm gemotiveerd zijn om platen te gaan draaien, die in die picture willen staan. Waarschijnlijk ook mensen die daar een beetje bekendheid wilden niet in gestaan, want toen op dat moment kon je niet zeggen, ik ben die en die. Nee, je had een schuilnaam. Hè? Dat is het, want, ja. Het was allemaal illegaal. Hè? Het was illegaal. En ik ben in Ede geboren en ik heb van mijn eigen naam, Ferry Bosman, heb ik Ferry Ede met een N erachter gemaakt. Ja, ja, ja. En van mijn verjaardag, 11 september 1955, heb ik 13 januari 1956 gemaakt. Ja. Waardoor je dus op allerlei punten, als er meegeluisterd werd aan land, op het verkeerde been gezet. Ja. Maar daar waren toch geen valse paspoorten, neem ik aan. Nee, nee. Ja. Dus dat was wel het fijne, dat als ik van het schip kwam, dat het niet mijn DJ-naam in mijn paspoort stond, maar gewoon een andere naam. Waardoor het dus heel moeilijk bewijsbaar was dat ik diezelfde was als op dat schip. Ja, ja. Waren er veel controles? Ben je vaak gecontroleerd? Ik moet zeggen dat het bij mij goed meevalt. Zag je jezelf als een crimineel? Nee. Het is ook absurd dat je op de middel van radio maken dat je dan vervolgd kan worden. Ja, maar je deed wel iets illegaals. Volgens de Nederlandse wet, maar ik deed het buiten Nederland. Ja. Ja. Dus daar gaat Nederland eigenlijk helemaal een beetje jezelf goed praten daarop. Tuurlijk. Natuurlijk, waarom niet? Hè? Ja, ja, ja. Maar jij had het over dat geld. Ja, ik heb jou al verteld, er zijn lucratieve methoden om geld te verdienen. Er wordt wel gezegd, er werd veel geld mee verdiend. Dat is ook best wel met tijden gebeurd. Bijvoorbeeld met Veronica in het begin, toen het allemaal nog niet illegaal was en nog geen wet was in Nederland die dat verbood. Ja, daar is er veel geld van verdiend. En meer middelen in het begin ook wel, maar toen het illegaal werd, toen werd het spel wel anders. Ja. Toen was het een kwestie van overleven, volhouden, inbeslagnames, processen, boetes betalen. Maar aan de andere kant had Patrick van Lens een drive-in show waar hij veel promotie voor kreeg op die radio. De artiesten van Sylvan Tak, Suzy Wavels, later de Miamigo Jeans, de Kings Bar in Playa de Haro. Het werd allemaal gepromoot via Miamigo en volkstammen gingen er op af. En dat bracht dus omzet om dat zendschip weer te kunnen exploiteren. Ton Schipper. Hallo, ik ben Ton Schipper. En ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Miamigo in Playa de Haro. Daarover is nu een mooi boek te koop met daarin de hele geschiedenis van zowel het radiostation als van de zendschepen Miamigo en Magdalena. In het boek lees je eigenlijk ook de hele geschiedenis van de zeezenders. En het geeft een prima tijdsbeeld over radio vanaf zee. 3-1-9 Miamigo. Je leest in dit boek hoe ik bijna toevallig een jaar lang Miamigo-DJ werd in Playa de Haro. Waarom mijn laatste tapeprogramma op het oude schip daar meteen ook de laatste uitzending was, en waarom het eerste programma op het zendschip Magdalena slechts eenmalig was. Het boek kun je bestellen via www.miamigoboek.eu. En ik zeg tot ziens in Miamigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Miamigo, right on.